Welkom bij de Wat maakt jou rijk challenge dag 2. Superleuk dat je kijkt. Superleuk ook als je in de replay kijkt. Deel je tijd zo in als je zelf wil. Het is heerlijk weer. Dus ik snap heel goed dat je op dit tijdstip andere dingen aan het doen bent. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Dat is waar ik het gisteren ook ha over had met het maken van een happy list. Is dat je je bewust wordt van, hey, wat wil ik eigenlijk doen? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? En het gaat dus niet om die lijst. Het gaat om de bewustwording. Het gaat om dat je er mindful mee omgaat met jouw energie. Dat je goed gaat nadenken van, hey, wat geeft me nou energie en wat kost me energie? En welke keuzes maak ik daarin? Wat vind ik belangrijk? Zodat je gewoon veel meer je eigen leven gaat leiden en veel meer aan het roer staat van jouw leven. En vandaag gaan we dat nog eventjes een leveltje verder doen met een opdracht die ik heb. Wat ook weer een lijst is. Maar ja, zoals ik al zeg, het gaat niet om die lijst. Het gaat om dat je je bewust wordt, dat je helder krijgt. Waar wil ik nou mijn aandacht aan besteden en waar niet aan? En op het moment dat je dat gewoon duidelijk hebt en dat je veel meer gaat focussen op jouw rijkdom, op jouw energie, dan wordt dat meer. En ja, dat wil je natuurlijk. Want ja, dan wordt het leven makkelijker. Als je meer energie hebt, wordt het leven makkelijker. Als je meer, ja, toch over het algemeen lekkerder in je vel zit, je fijner voelt. En het is natuurlijk helemaal niet zo dat je de hele dag happy de peppy kan voelen. Dat het leven alleen maar bestaat uit hoogtepunten. Dat zou het zijn. Het zou ook wel een beetje saai zijn. Maar het is natuurlijk wel fijn als je er meer invloed op hebt. En als je op een moment dat jou iets overkomt, wat lastig is, dat je sneller terugveert. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, die veerkracht, om dat te ontwikkelen. Dat je gewoon heel helder hebt van, nou, dit ben ik, hier sta ik voor. En op het moment dat je uit het lood geslagen wordt, dat je gewoon vrij snel weer terug kan. En dat je altijd daarin je eigen pad volgt. En ja, dat kan alleen als je ook weet wat dat dan is. En vandaag wil ik met je aan de slag met de OOO-lijst. Ook wel het latverhogersmodel genoemd. En het latverhogersmodel, dat ja, gaat erover eigenlijk dat je je eigen lat verhoogt. En dat kan je dus doen door te gaan shiften. En ja, ik ga je het even laten zien. Wat het model inhoudt. Moet het systeem even meewerken? Ja, werk maar mee, systeempje. Hoe leuk. Beetje traag. Nou, zoals Tony Robbins zo mooi zegt, where focus goes, energy flows. Dat had ik gisteren ook al aangegeven. En dat is dus super belangrijk. En voor mij een van de geheimen van rijkdom. Dat je daar meer helderheid krijgt. En dat je gewoon je gaat focussen op dat waar je op wil focussen. En je niet meer laat afleiden door allerlei gedoetjes die er ook allemaal zijn. Hè. Ik bedoel, we hebben allemaal een druk leven. We hebben allemaal heel veel dingen die ons af kunnen leiden van dat wat we willen. We worden de hele dag gebombardeerd met allerlei dingen van buitenaf. Social media, meningen van mensen. Nou, you name it. En hoe ga je jezelf daar nou doorheen manoeuvreren? Hoe ga je nou zorgen dat je gefocust blijft? En mooie quote: clarity of mind is clarity of passion too. This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. Dus hoe helderder jij hebt, wat wil ik nou eigenlijk? Hoe helderder jij hebt, wat past bij mij? Wat is nou eigenlijk mijn echte rijkdom? Hoe makkelijker het wordt en hoe groter je passie eigenlijk ook wordt voor datgene wat je doet. De OOO-lijst. Nou, waar staan die O's voor? Nou, de eerste O die staat voor opschonen. Weet je wel, Marie Kondo. Does it spark joy?
Marikondo is een Japanse opruimguru, voor wie dat niet weet. Ze heeft een hele toffe serie op Netflix. Eerst vond ik het altijd heel irritant, maar ik word steeds vrolijker van hoe zij de sokken op kleur op een bepaalde manier opvouwt, zodat je ze heel makkelijk uit je la kan pakken. En nou ja, alles is bij haar natuurlijk super georganiseerd. En hoe lekker is dat eigenlijk? Hoeveel rust geeft dat als je gewoon dingen op orde hebt? En meestal maken we daar geen tijd voor. Omdat we gewoon in die red race zitten en omdat we gewoon ja, al genoeg te doen hebben. En opschonen geeft echt overzicht, rust en balans. En dat is echt best wel iets waar bijna iedereen naar verlangt. Dus het is belangrijk om daar ruimte voor te gaan maken. Dat je uiteindelijk ja, ook ruimte voor die andere dingen gaat creëren. En dat doe je door op te schonen. En ja, jezelf dus de vraag te stellen: wat gaat er op dit moment niet zo lekker in je leven? Waar zou je eigenlijk wel afscheid van willen nemen? Zoals dat zo mooi zeggen: what no longer serves you. En om een voorbeeldje te geven. Het kan bijvoorbeeld in je business zijn dat je bepaalde dingen aanbiedt, online cursussen of iets dergelijks, waar je eigenlijk merkt dat het gewoon heel lastig is om ze te verkopen, dat het stroperig voelt, dat je eigenlijk ja, op een of andere manier er niet helemaal verliefd op bent. Maar ja, je hebt het nou eenmaal heel veel tijd in zitten, dus je laat het maar gewoon zo. Ja, misschien moet je het loslaten. Want het is allemaal ruis op de lijn. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bepaalde mensen in je omgeving hebt die je helemaal niet supporten in dat wat je doet. Moet je dan die mensen helemaal afschrijven? Nee, op zich niet. Je kan ook zeggen van nou, ik ga even wat meer aandacht besteden aan mensen die mij wel stimuleren. Ik ga even net wat meer aandacht besteden aan dat wat mij energie geeft. En ook aan die mensen die mij energie. En dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik moest even hoesten, sorry. Dat is best wel een uitdaging om daar natuurlijk helderder in te worden. Het kan ook bijvoorbeeld zijn iets waar ik zelf heel veel energie aan kwijt was altijd. Kringverjaardagen, dat je in een kring zit met allemaal mensen die je eigenlijk niet kent, waar je eigenlijk ook niet zo heel veel ja, mee hebt. En dan moet je dan heen, omdat natuurlijk, ja, jij kent de jarigen en dus niet lief om dan niet te komen. En ik heb eigenlijk op een gegeven moment tegen de mensen die ik belangrijk vind en waar ik uitgenodigd word op verjaardag, gezegd van nou, ik hou van je, ik vind je een super fijn mens. Maar ik wil graag je verjaardag vieren met jou, één op één, op een andere plek, op een ander moment. Want ja, in de praktijk, je ziet mensen helemaal niet, je spreekt ze niet, je komt voor diegene die jarig is en die loopt dan de hele dag taartjes te snijden en dranken te brengen. En ja, dan zit je daar met een buurman van een achterneef van een, nou ja, hè. En ik kan met iedereen kletsen hoor, daar gaat het niet over. Maar ja, als ik kijk naar mijn energie, dan denk ik, nou, ik zou het eigenlijk wel op een andere manier willen besteden. En nou ja, dat heb ik dus echt wel serieus opgeschoond. Wat ik ook bijvoorbeeld opgeschoond heb, is mijn huis. Ik werd er niet meer gelukkig van. Ik vond het ik had heel veel gedoe met mijn buurman. En ik besloot het te verkopen en al mijn spullen weg te geven. Ik had gewoon een paar zondagen open huis gedaan. Ik had gezegd, nou, ik heb op Facebook, ik heb dit soort dingen allemaal. Come and get it. Je kan vanaf 11 uur terecht. Nou, sowieso heel grappig, want je krijgt dus allerlei mensen in je huis. Best apart. Maar het was heel interessant en leuk om te doen. Natuurlijk ook dingen naar de kringloop gebracht. Alles losgelaten. En alleen de basics overgehouden. En het is heel spannend natuurlijk. Maar het is zo lekker, omdat op het moment dat je weer
opnieuw begint. Ik ben op een gegeven moment na een jaar reizen toch erachter gekomen van, nou, ik wil eigenlijk wel toch een plek hebben, want ik vind dat reizen ook wel onrustig. Net voordat de coronaperiode aanbrak, heb ik uiteindelijk een huis gekregen. Ik stond ook 27 jaar ingeschreven, dus op zich niet zo heel raar. Maar toen was ik weer opnieuw spullen gaan vinden. En wat je dan dus gaat doen, is dat je heel duidelijk gaat kijken van, nou, does it spark joy? Wil ik dit hebben? Mag dit wel mijn huis binnen? En alles wordt veel beter afgewogen. En het is niet zo van, oh ja, nou ja, dat heb ik nou eenmaal, dus dan zet ik dan maar daar neer. Nee, alles wat in mijn huis is, daar heb ik bewust voor gekozen. En dat voelt goed en dat sparks joy. En jezelf in zo'n omgeving de hele dag bevinden, dat is heel erg goed voor je energie. Dus ja, een ideetje. Dat geldt natuurlijk voor je business hetzelfde. Heel goed nadenken over, hey, wat vind ik nou belangrijk? Welke systemen wil ik hebben? Wat maakt mijn leven makkelijker? En daar gewoon eens even een helder beeld over hebben. Nou, de tweede O, die gaat over opschalen. Wat gaat op dit moment in jouw leven heel lekker? En waar zou je meer van willen? Dus als het gaat bijvoorbeeld over je business, welke manier van werken is voor jou het meest prettig? Wat vind je fijn? Hou je van één op één? Vind je het leuk om een programma te verkopen? Heb je bepaalde programma's die heel goed lopen? Heb je bepaalde onderdelen van je werk waarvan je zegt van, nou, als ik dat aan het doen ben, yes, dan zit ik helemaal in mijn zone of genius, zoals ze dat noemen. Ga er meer van doen. Opschalen je bende. Want daar wordt het leuker van. En dan is er ook altijd, de ondernemers onder ons, die herkennen dat vast. Je loopt altijd met ideetjes. En je wil elke dag wel iets nieuws beginnen. Dat is niet handig. Niet elk goed idee hoeft uitgevoerd te worden door jou. In die zin is het nog wel een interessante om bij jezelf na te gaan. Aan de hand van de volgende zin, of het inderdaad nu moet. Die zin die gaat als volgt: moet ik dit nu doen? En dat is een hele goede focusoefening ook trouwens. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Of moet iemand anders dit doen? Moet ik dit nu doen? Of moet ik iets anders doen? Moet ik dit nu doen? Of kan het ook later? Moet ik dit nu doen? Of moet ik het laten? Dat. Nou, die oefening, dat klinkt heel stom, maar die werkt ook als een trein als het gaat om focus krijgen. En hij werkt heel goed als je nu iets wil gaan opstarten. Staat ze op jouw wensenlijst, maar heb je het nog niet gedaan omdat je geen tijd had, geen geld had of een ander excuus? Maak er eens een lijstje van, gewoon een wensenlijst. Maak gewoon eens een soort van droomlijst van, oh, als ik iets zou mogen opstarten, wat zou ik dan kunnen gaan doen? Nou, ik heb het natuurlijk eventjes in een opdracht verpakt. En dan krijg je dus eigenlijk nu vandaag drie opdrachten van mij. Namelijk, maak dus een lijst met alles wat je wil opschonen. En dat is ook weer een brain dump. Dus gewoon de gekste dingen die in je opkomen, zet ze op die lijst. En ik denk dat het wel een lange lijst zou kunnen worden. Vul hem ook telkens aan als je denkt, als je weer iets ervaren hebt, dat je denkt, nou, En ga dit OOO-proces elke 4 weken doen, of elke 6 weken. Ga elke afgebakende periode even kijken of er een paar dingen zijn uit die lijst die je actief kunt gaan opschonen. Want
die hele lijst in één keer opschonen. Dan ben je daar alleen maar mee bezig. En zoals ik al eerder had gezegd, je moet niet te veel bezig zijn met wat je allemaal niet wil. Je moet ook heel veel aandacht besteden aan wat je wel wil. Maar dat opruimproces, dat moet natuurlijk wel in gang gezet worden. En dus is het handig om maximaal 5 dingen uit de lijst te kiezen per maand of per 6 weken die je gaat opschonen. Waar je mee gaat stoppen, die je los gaat laten. En dat kan je heel simpel doen door het gewoon geen aandacht meer aan te besteden. Maar je kan het ook een ritueel loslaten. Als het gaat bijvoorbeeld over een samenwerking of als het gaat over iets wat emotioneel is. Dan zou je er ook een ritueel aan kunnen verbinden. Bijvoorbeeld door het op te schrijven en het in het vuur te laten wegfikken. Of door het op een andere manier los te laten. En dit is een opdracht die dus eigenlijk never ending is. En die jou echt heel veel helderheid gaat geven. En ook als het goed is, veel verlichting gaat geven. Dat is wat ik je gun. Datzelfde mag je natuurlijk ook doen met het opschalen. Maak ook weer een lijst met alles wat goed gaat, waar je blij van bent in je huidige leven. Als je niet alles kunt bedenken wat er goed gegaan is, dan hou je de lijst gewoon bij de hand, zodat je hem regelmatig kunt aanvullen. Wat je bijvoorbeeld kan doen, wat ik doe is, ik werk met week- of dagthema's. Dus elke dag staat in het teken van een bepaald iets. En zo kan je bijvoorbeeld zeggen van, nou, op vrijdag vier ik mijn successen van die week. En dat je gewoon eens even stil gaat staan bij, wat lukt er allemaal? Wat is er gewoon, wat gaat er gewoon lekker? Waar zit ik in mijn zone of genius? Waar voel ik flow? En waar zou ik eigenlijk gewoon, als ik heel eerlijk ben, gewoon meer van willen? En afhankelijk van hoeveel energie dat kost, kies je 2 tot 5 dingen uit die je gaat opschalen. En je mag ook 1 ding uitkiezen, hè? Het is jouw leven. Ligt natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wat je dan gaat opschalen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn als het over business gaat, dat je zegt van, nou, dit programma werkt supergoed. Dan ga ik gewoon al mijn aandacht aan besteden deze 6 weken. En ik ga dat programma meer verkopen door er bijvoorbeeld veel meer over op social media te vertellen. Door een plan daaromheen te maken van hoe je het meer gaat promoten. Door continu stil te blijven staan van waarom je dat zo leuk vindt, waarom je daar zo blij van wordt. En het dus daardoor ook meer te gaan doen. En je zult zien dat je het dan ook meer gaat aantrekken. En dat er dus ook voor dat programma meer klanten gaan komen. En dat je dus eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel moeite erin hoeft te steken. Omdat het vanuit energie gaat. En dan ben je een magneet. Dus dat is gewoon heel lekker. En dan ben je dus een magneet die aantrekt. Hè? Je kan ook een magneet zijn die afstoot natuurlijk. Dus ik bedoel het in de positieve zin. En aan het eind van de maand check je bij jezelf van, hey, voelt het nog steeds goed? Zo ja, lekker blijven doen. En zo nee, opschonen. Nou, de opstartlijst, die is misschien bij jou ook wel hartstikke lang. Plannetjes, ideetjes, dingetjes waarvan je denkt van, als dat eens zou kunnen, dat zou ik wel heel, heel, heel tof vinden. Zorg dat je er bewust van bent. Maak er een vision board over. Maak een Pinterest board waar je gewoon allemaal dingen waarvan je denkt van, daar heb ik zin in, daar zou ik wel eens mee willen beginnen. Ga dat op die lijst zetten. En kies maximaal 2 dingen uit die lijst. Liefst 1 ding, want dan is het haalbaarder. En ga daarmee starten. Bijvoorbeeld, als je altijd al tango les had willen hebben, go do that. Als je altijd al een opgeruimd huis wil hebben, hey, doe die opschoon ding en heb een opgeruimd huis. En doe dat niet te ingewikkeld. Doe het per kamer, per ruimte. Of doe eerst 1 kast en breid het dan uit. Opstarten hoeft niet meteen perfect te zijn, hè? Opstarten is ook een beetje experimenteren met energie.
Dus kijk van, hey, nou, ik heb hier wel nieuwsgierigheid naar. Ik ga dit eens even uitproberen. En ik geef mezelf gewoon een half jaar de tijd om eens te kijken van, nou, hoe voelt het? En als het goed voelt, stick with it. En als het niet goed voelt, omschonen die bende. Nou, dat is eigenlijk het hele principe van de OOO-lijst. En, of lijsten zijn het eigenlijk. En dit gaat jou, als het goed is, heel veel energie opleveren. En het is natuurlijk even een werkje om hiermee aan de slag te gaan. En om je hier blijvend bewust van te maken. Maar you will thank me later. Ik gebruik dit zeer regelmatig. Het is ook een hele toffe manier om in je business gewoon eens te kijken van nou, waar wil ik me eigenlijk op focussen? Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? En hoe wil ik nou eigenlijk mijn goud gaan delen? En je kunt het bijvoorbeeld ook in een mastermind met een groepje andere ondernemers deze OOO-lijst elke maand bespreken. En ook dus de accountability met anderen hebben van, hey ja, ik had gezegd dat ik dat ging opschonen. Is het wel of niet gelukt? Of ik ga dit opstarten, wat vinden jullie ervan? Ik heb dit zelf een jaar gedaan met mijn mastermind groep en het was echt fantastisch. We hebben allemaal eigenlijk onze hele business naar een ander level gekregen. Maar dit geldt niet alleen voor je business, dit dus geldt ook voor je leven. Door deze dingen te doen, ga je gewoon helderheid krijgen. En dat is volgens mij de key. Voor rijkdom is dat je gewoon weet van nou, dit is mijn ding en dit niet. Het is ook voor anderen heel fijn als jij daar helderheid in hebt. Morgen gaan we verder met een volgende interessant aspect. Ik ga het nog niet verraden. Maar het heeft met dankbaarheid te maken. Dat is ook iets waarvan ik denk dat als het gaat over energie, dat is super belangrijk om dankbaar te zijn. Te kijken naar wat is er allemaal wel. Ik hoop dat ik je morgen zie. Ik wens je ongelooflijk veel succes met dit. Laat het me gerust weten. Als je vragen hebt, kun je me mailen. Kat@katkoolno. En als je deze lijst of een onderdeel of een inzicht wil delen, tag mij @katkoolno op Instagram en op Facebook. Dat zou ik super leuk vinden, want dan kan ik het ook weer delen met anderen, zodat we met z'n allen ook andere mensen hiermee gaan inspireren. Ik wens je een heerlijke dag en ik hoop je morgen te zien. Heel veel succes en tot dan. Ciao!